Erik Verhul, deels professor bij de Radboud Universiteit, maar ook zijn eigen bedrijf Key Controls. Een presentatie over remote document encryption. Succes, Erik. Ja. In dezelfde groep als Bart Jacobs en Digital Security. En daarnaast ben ik onafhankelijk adviseur op het gebied van informatiebeveiliging en cryptografie. Ik werk ook in het EID-stelsel. En dit is iets wat ik. Ik probeer altijd die twee dingen te combineren: mijn onderzoek en de dingen die ik zeg maar als consultant doe. En dat is, dit hier is een voorbeeld daarvan: een vraag van de RDW over wat je mogelijk zou kunnen doen met een paspoort, een elektronisch reisdocument. Ik heb de volgende opzet van de presentatie. Ik zal eerst iets zeggen over public key crypto, voor zover het nodig is. Ik zal de vraag zo even stellen, anders slaan we dat gewoon over. Dan zal ik kort iets zeggen over, over de technologie, de cryptografische technologie, die er in paspoorten zit verwerkt. En dan zal ik een overzicht geven, een outline geven van hoe RDA, Remote Document Encryption, wat het is en hoe het werkt. Dan zal ik ingaan op wat toepassingen daarvan. En ik zal dan afsluiten met een mogelijke toepassing in de file sender van SURF voor het versturen van grote bestanden. Waarmee je dan met RDA iets kunt beveiligen. Als er vragen zijn, tussentijds stel ze gelijk. Ik merk zeker bij dit onderwerp dat het makkelijk is om gelijk een antwoord of een vraag te stellen dan te wachten tot het einde van de presentatie. Public key cryptografie. Moet ik dat hier uitleggen of zijn er mensen voor wie dat... Nee? Oké, dus het plaatje wat ik direct zal gebruiken, dat is het plaatje van dat je een zender hebt en een verstuurder. Een Dr. Bob is in dit geval degene die iets wil versturen, bijvoorbeeld een medisch dossier aan een patiënt, Patty. Patty heeft op een of andere manier een private key en een bijbehorende public key. En die public key die stelt Dr. Bob in staat om die gegevens te versleutelen. En die kunnen alleen maar worden versleuteld met de private key van Patty. Nou, dus versleuteling, handtekening heb je eigenlijk hetzelfde. En metaforisch gesproken, praktisch niet helemaal, maar metaforisch gesproken, kun je ook zorgen dat Patty iets versleutelt en alleen maar te ontsleutelen is met de public key. En zo krijg je een digitale handtekening. Goed, dat acht ik dan maar even voor bekende materie. Dus dan ga ik nu even wat introductie geven over paspoorttechnologie. Wie weet er hier is bekend met paspoorttechnologie? Oh ja, oké. Goed, er zijn niet zoveel mensen. Dus deze slides zijn wel, denk ik, relevant. Ja, paspoorten, dat zijn eigenlijk super geavanceerde computertjes. In ieder geval vanuit cryptografisch perspectief bekeken. Want eigenlijk alle geavanceerde crypto die je zo'n beetje ziet gebruikt worden op het internet, zit eigenlijk verstopt in een paspoort. Een paspoort is een chip, een contactloze chip. Een klein computertje waarmee je hele geavanceerde crypto kunt doen. En dat zie je ook als je aankomt bij Schiphol, waarbij je dan zeg maar je paspoort moet laten uitlezen. Nou, wat er dan gebeurt is onder water, hoewel ik dat nooit geïnspecteerd heb, onder water zouden dan bepaalde cryptografische protocollen moeten worden uitgevoerd. En ook het foto van je gezicht, die als bestandje op het document staat, wordt uitgelezen. Die wordt er ook echt bekeken of dat met jou klopt. Tegen mijn studenten zeg ik altijd, als je echt een goed beeld wilt hebben van hoe crypto werkt en hoe dingen in de praktijk, dan moet je kijken naar de standaarden van de paspoorten, want daar is juist omdat die chips al heel beperkt zijn, qua mogelijkheden, is eigenlijk alles tot het minimum zeg maar, beperkt. Dus je krijgt een heel goed beeld van hoe dingen werken, zonder allerlei geavanceerde opties en dat soort zaken, zoals je die bijvoorbeeld wel in TLS en dat soort dingen hebt zitten. Een paspoort, zou je kunnen zeggen, is in essentie niks anders dan een soort USB-stick die je dan contactloos kunt uitlezen, waar een aantal bestanden op staan, datagroups genoemd. En dat geldt niet alleen voor het paspoort, maar ook voor de identiteitskaart en ook voor het rijbewijs. In ieder geval het Nederlandse rijbewijs is ook zo'n USB-stick, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook tools of apps waarmee je paspoort kunt uitlezen. Ik weet niet of iemand die tools wel eens gebruikt heeft. Maar je hebt ze nu ook voor iOS, Apple, want Apple heeft sinds september hebben zij de zogenaamde NFC-interface hebben ze opengegooid. Dus die tools die hier ziet staan, die kun je gebruiken om echt zelf eens te kijken naar wat voor bestanden en wat voor informatie er precies op je paspoort allemaal staat. En hier op die onderste link staat een verwijzing naar de DOC 93
93.3. En dat zijn de specificaties van de ICAO. En dat zit in detail, 12 delen. En deel 11 gaat er met name over de cryptografie. Allemaal ECC gebaseerd. Heel duidelijk. Ook met testvectoren en zo. Dus echt heel goed leesmateriaal. Als we iets meer in detail gaan kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt, dan zie je op zo'n paspoort, zoals ik dat paspoort maar even als voorbeeld neem, dat geldt ook voor identiteitskaart en rijbewijzen, daar staan er eigenlijk een aantal datagroepen op. Dat is de term die je gebruikt in deze wereld. Ja, je spreekt ook altijd over een document, waar het eigenlijk een chip zou moeten zijn, maar ja, in deze paspoortwereld spreken we altijd over documenten. Soms verwarrend voor mensen, maar goed. Op zo'n document, zo'n reisdocument, staan een aantal datagroepen. Waarbij datagroep 1 is eigenlijk gewoon alle informatie die ook op het document zelf staat. Dus hoe je heet en dat soort zaken meer. Er is ook een datagroep waar je foto in zit, datagroep 2. En er is ook een datagroep waar fingerprints in staan. Maar die fingerprints is een bijzonder ding. Daar kom je niet zo makkelijk bij. Daar heb je extra dingen voor nodig waar ik direct iets over zal zeggen. Niet heel veel, maar wel ietsjes. Al die gegevens, en dat is heel essentieel. Al die gegevens zijn getekend, digitaal getekend door de overheid. In dit geval door de Nederlandse overheid, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is best wel een grappige manier hoe ze dat gedaan hebben. In feite is elke hash van al die bestanden, die worden eigenlijk als geheel worden die getekend. En dat staat dan in een file. En die heet de Security Object, of Security Document, EFSOT, zeg maar. Dat zou je kunnen zien als een soort public key certificate. En eigenlijk staan er ook twee publieke sleutels die worden getekend door de Nederlandse overheid. Die hebben allebei te maken met anti-cloning. Want je kunt je voorstellen dat als het zomaar een USB-stickje zou zijn, dan zouden die bestandjes die hierop staan, die zou je gewoon kunnen overzetten naar een ander document. En dan zou je opeens een paspoort hebben dat gekloond is. Dus er zit een tweetal public keys en private keys in zo'n document. Waarvan de public key natuurlijk gewoon leesbaar is. Die staat ook gewoon als datagroepje op de USB-stick, op het document. Maar de private keys die zitten natuurlijk netjes verstopt in de chip van het paspoort. Dit zijn trouwens chips die Common Criteria gecertificeerd zijn op EAL 4 of 5. Dus echt extreem hoge certificering. Dus dat is goed spul vanuit security bekeken. Een van die public keys, ik zal zoiets zeggen over datagroep 14, want dat wordt gebruikt bijvoorbeeld binnen DigiD. Want ik heb nu ik zag dat ik 50 minuten had, 40, 45 minuten, dus ik kan wat dingen uitweiden nu. Datagroep 14 bevat een AA public key, die wordt gebruikt bij DigiD, zal ik zo even kort uitleggen. En waar RDJ over gaat, dat is datagroep 14. Dat is de public key die gebruikt wordt voor het uitlezen van de vingerafdrukken. Waar ik verder helemaal niks mee kan. Ik kan die vingerafdrukken niet lezen. Maar dat is waar de REA public key eigenlijk uit bestaat. Maar dat ga ik zo uitleggen. Wat toch even aardig is, een stukje achtergrond, is dat een contactloze chip heeft natuurlijk het nadeel dat iedereen hem in principe zomaar zou kunnen benaderen. Iedereen zou opeens zijn telefoon in de buurt van mijn paspoort kunnen leggen. Dus waar je voor zou moeten zorgen, is dat er in ieder geval een soort basisauthenticatie zou moeten hebben voordat je überhaupt een paspoort en de files die erop staan zou mogen lezen. Nou, dat hebben ze gedaan in het paspoort, dat heet Basic Access Control, BAC. En wat dat eigenlijk betekent, is dat voordat je überhaupt het document kunt lezen, moet je de MRZ, deze string hier, moet je inlezen. En op basis daarvan wordt een symmetrische sleutel afgeleid die je dan deelt tussen degene die de chip wil uitlezen, bijvoorbeeld de politie of je eigen app. En pas als je die chip hebt, of die sleutel hebt, ben je in staat om die bestandjes te lezen. Ter illustratie, als je contactloos betaalt, met EMV, wat mensen tegenwoordig heel vaak doen, dat is ook NFC, maar daar zul je dus niet zoiets als dit op zien. Dus dat betekent dus dat in principe als iemand op 10, 14 centimeter van jouw EMV-pas zit, zou die in principe gewoon dat kunnen uitlezen. Het wordt ook niet versleuteld, die informatie. Dus dat paspoort, ik zei het al, dat is toch best wel state-of-the-art als je kijkt naar de beveiligingsmaatregelen die erin genomen zijn. Dus dat is BAC. Je hebt altijd een sleutel nodig om überhaupt toegang te krijgen tot die bestandjes. Iets anders is wat er in het paspoort zit, is dat het paspoort in staat is om te tekenen. Een digitale handtekening te zetten. Dat is om te zorgen dat je niet zomaar een paspoort zou kunnen kopiëren. En dat is een AA-sleutel. Dat betekent dat een van die publieke sleutels die in het document zit, die kun je als lezer kun je die van het paspoort aflezen, die datagroep.
Zien dat het ding netjes getekend is door de Nederlandse overheid, waarvan de route bij de BZK zeg maar, op de website staat. En dan kun je gewoon een challenge response protocolletje doen. Je kunt gewoon als jij zeker wil weten dat dit document authentiek is, dan stuur je een random challenge naar de kaart. En die wordt dan getekend door de kaart en wordt dan gewoon teruggestuurd. Dus het is best aardig om te zien dat zo'n ogenschijnlijk simpel ding als een paspoort eigenlijk in staat is om digitale handtekeningen te zetten. Dat heb ik niet uitgevonden, dat is er al heel lang. Dat is gewoon een onderdeel van de paspoortmechanisme. En ik hoop ook dat dat gebeurt op het moment dat je bij Schiphol je paspoort zo neerlegt. Hoewel ik al het gevoel heb dat het wel heel snel gaat. Ik vraag me af of dat gebeurt. Ik heb het nooit durven uitzoeken, eerlijk gezegd. Ik denk ook niet dat de Kamer daar een antwoord op gaat geven. Sommige paspoorten hebben dat overigens niet. In ieder geval het verleden, de Engelse paspoorten hadden dat niet. Dus dat was sowieso al een dingetje. Maar goed, wij hebben het wel, gelukkig. En bijna alle Europese landen hebben dat trouwens ook. En dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de DigiD-app, de DigiD-applicatie-app. Ik weet niet wie die gebruikt, de DigiD-app. Ja? Daar kun je ook je paspoort tegenaan leggen en dan kun je hem laten uitlezen. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Ja. Nou, dan gebeurt er dit. Hè? Dan wordt er dus een handtekening gezet op een challenge die via vanuit DigiD wordt gestuurd naar jouw telefoon. Hè? Dan zie je dus ook dat die afstand tussen de lezer en de kaart of het document, dat is in dit geval dus niet heel dichtbij. Maar het is gewoon over het internet. Dat kan heel, heel lang zijn. Dus je kunt ook documenten over het internet benaderen. En dat gebruik ik bijvoorbeeld in het EID. Als je een EID gaat gebruiken. Maar goed, daar heb ik het vraag maar even niet over. Maar dit is dus iets wat gewoon toegepast wordt in DigiD. DigiD Substantieel app. Nou, dat was eigenlijk aanleiding, deze toepassing, een tijdje geleden. Voor Gert Manenschijn van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW. En die vroeg hem even, Erik, zou het nou ook mogelijk zijn dat je zo'n paspoort, nu kun je hem dus kennelijk gebruiken als PKI-kaart voor te tekenen, zou je ze ding ook kunnen gebruiken als PKI-smartcard om te ontsleutelen? Als PKI-decryptie-smartcard. Dat is natuurlijk niet waar een paspoort voor bedoeld is. Je kunt je ook voorstellen dat overheden misschien liever niet iets maken wat je kunt gebruiken voor decryptie, want dit is hardware en encryptie. Ja, de ITAR, allerlei exportregels. Je wilt eigenlijk niet dat mensen met crypto-hardware in het buitenland gaan rondlopen. En daar zijn paspoorten juist precies voor bedoeld. Hè, om in het buitenland rond te lopen met die hardware. Dus de vraag van Gert was of dat kon. En ik dacht dat het niet zou kunnen, maar ik ben er toch naar gaan kijken. En dat antwoord was grappig genoeg. Ja, het kan. En dat is dus wat remote document encryption is. Dus het is een tweak op een paspoortprotocol, om precies te zijn op het chip authentication protocol, waar ik zo iets meer over zal vertellen. Maar hoe het werkt is misschien niet zo heel erg relevant. Wat je ermee kunt is denk ik relevanter. Wat je kan doen is elke partij, is je staat, op basis van de publieke sleutel die je eerst wel moet lezen van het paspoort. Elke partij is in staat om data dan te versleutelen voor de houder van het paspoort, die alleen maar ontsleuteld kan worden met behulp van het paspoort zelf. Dus het paspoort is dus eigenlijk gewoon een PKI-smartcard geworden voor de vertrouwelijkheid van informatie. Dus niet tekenen, maar ontsleutelen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je hebt echt het document nodig om te kunnen ontsleutelen. En typisch is natuurlijk alleen de houder van het document in staat om dat document te gebruiken. Er zit geen pin op, kun je er wel toevoegen, zal ik zo nog iets over zeggen. Maar in principe zit er dus ook geen pin op RDE. Dat moet je additioneel toevoegen, dat kan. Maar standaard zit het er niet op. Als je kijkt naar de crypto, al die paspoorten die zijn 10 jaar geldig. Dus je kunt je voorstellen dat de sleutellengtes die worden gebruikt in een paspoort, die moeten 10 jaar geldig blijven, zeg maar, relevant. Dus je ziet dat de paspoorten altijd verder vooruit lopen qua sleutellengtes dan wat gebruikelijk is. Nu is gebruikelijk 128 bit symmetrische versleuteling, oftewel 256 asymmetrisch als je ECC gebruikt. Maar de paspoorten, de Europese paspoorten, zijn allemaal gebaseerd op 320, de 320 brainpool curve. En dat betekent eigenlijk 160 bit symmetrische versleuteling. Dus ook RDE levert je 160 bit symmetrische versleuteling op. En dat is dat is toch veel, veel sterker. Maar het is allemaal even sterker eigenlijk. In de praktijk kom je er toch niet doorheen. Maar het is 4 miljard keer sterker dan wat nu standaard is, 128 bit. Wat je daarmee zou kunnen doen, allerlei dingen. Ik zal denk nog een paar dingen noemen, maar even de elementaire dingen waar je misschien gelijk aan denkt, is je zou dit kunnen gebruiken om e-mail te versleutelen. Dus ik heb in de context van een ziekenhuis, stel je voor dat dokter Bob een vertrouwelijke foto of een bloeduitslag of iets dergelijks naar een patiënt, Patty, wil sturen.
En hij zou dan, ja, dan zou je kunnen voorstellen dat een ziekenhuis een RDA, een mobiel app, gaat ontwikkelen. Die heb ik ook, hebben we ook ontwikkeld, iets dergelijks, zal ik zo laten zien. Dan moet die app de mogelijkheid bieden dat de patiënt haar public key kan aanbieden aan het ziekenhuis. Oftewel, dat die app moet in feite het paspoort kunnen uitlezen via NFC. Dat is standaard technologie. En als die public key certificate en alle namen en zo die verbonden zijn met de patiënt, als die bekend zijn bij het ziekenhuis, dan kan dus de dokter zou iets kunnen versleutelen. En alleen met het paspoort zou dan de patiënt in staat zijn om dat te ontsleutelen. Dat is een use case die denk ik snel voor de hand ligt. Dus hoe zou dat er dan uitzien? De drie stappen die ik eigenlijk al genoemd heb. De eerste stap is dat je als gebruiker, dus de patiënt in dit geval, dat hij op een of andere manier zijn paspoort laat uitlezen. En ook de public keys, die FSOT en die datagroepen laat uitlezen. Ook de naming information. De naam, hoe je heet, datagroep 1. Maar ook misschien de foto, als je dat wilt. Kun je bijlen. En alles is netjes getekend. Hè? Dus er zijn hele rijke public key certificates. Normaal zijn public key certificaten alleen maar gebonden aan een naam. Maar dit is gebonden aan alles wat er op je document staat. Dus zelfs je BSN. Maar ook je foto, je geboortedatum, geboorteplaats, eigenlijk alles. Dus dat heeft ook alweer risico's. Hè? Maar in ieder geval vanuit security bekeken, krijg je de meest rijke certificaten die je eigenlijk zou kunnen denken. In theorie zou zelfs de vingerafdruk er nog aan kunnen koppelen. Alleen het probleem is dat je die vingerafdruk niet kunt lezen uit het document. Maar goed, dat is stap 1. Public key certificate aanbieden. Dan stap 2 is dat je een document, een recept of een... Of een foto of weet ik wat, versleuteld met die public key. Dat doet de dokter dan. En dan krijgt de patiënt dan een e-mail. Dat zal ik zo laten zien. Dan open je de e-mail. Je klikt op met een bepaalde extensie, RDA, hoe verrassend. Dan klik je op open. En dan wordt er een RDA-applicatie aangeroepen. En die RDA-applicatie die zorgt er dan voor dat er een koppeling wordt gelegd met het paspoort. Die doet dan eigenlijk de decryptie in het rijbewijs. Dit ziet het er dan uit, want dit is dan de app waar het om gaat. Hier krijg je de e-mail. Dan krijg je open. Bij PDF wordt een Acrobat of iets dergelijks geopend. En hier wordt dan de RDA-client, RDA-app geopend. Dan moet je nog een pincode invoeren. Dat is echt niet nodig. Maar ik zal zo even uitleggen dat additioneel ook kan. Dat hebben we ook geïmplementeerd in de app. En dan moet je het paspoort laten uitlezen. Dat zie je hier ook gebeuren. En dan heb je hier het berichtje wat hier gaat. Dit is dus geen foto, dit is gewoon een voorbeeldtekstje. Om jullie even te laten zien hoe het er dan uit zal zien. Hier is mijn eigen paspoort. Dit is dan mijn enigszins gehavende Android-telefoon. Dit is dan het berichtje wat je net zag. Hè? Dus een e-mailtje van, in dit geval van mezelf, maar goed. Dan doe ik open. Dan wordt die app wordt automatisch geopend. Een pincode intikken. Waarvan ik zo nog even uitleg hoe dat werkt, wat dat betekent. Dan zeg ik oké, en dan doe ik de crypt, next. En dan wacht hij op mijn paspoort. Leg ik mijn paspoort er tegenaan. Dan zegt hij lees document. En dan zie je hier feitelijk de decryptie. Dus dit is hoe dat er dan ongeveer uit zou zien als je dit in deze use case zou doen. Voor filesender is het iets anders werkt met de QR-code, zal ik zo laten zien. Oké, uitleggen hoe het werkt. Dat is best een beetje een dingetje, omdat het is een tweak op een toch al ingewikkeld protocol. Maar ik heb twee metaforen voor jullie bedacht om het uit te leggen. Eentje die echt heel simpel is, die ik aan iedereen zou kunnen uitleggen. En eentje die eigenlijk uitgaat van de metafoor TLS. Dus ik gebruik daar TLS als metafoor. Dus ik gebruik TLS nu om iets uit te leggen. Wat op zich wel komisch is natuurlijk, want TLS is voor veel mensen al... Veel te technisch, maar ik ga ervan uit dat bij jullie dat misschien jullie dat wel kunnen waarderen. Maar goed, de simpele manier. De simpele manier om RDA uit te leggen is, de registratie is natuurlijk simpel. Je leest gewoon die certificaten van het paspoort met alle data die eraan verbonden is, pasfoto, et cetera. Ga zo maar door. En dat is eigenlijk gewoon de standaard opzet van een public key certificate. Dus dat is een standaard manier van werken. Maar de feitelijke, dus de registratie is ook dat je dat leest, dat public key certificaat, zodat de dokter en het ziekenhuis in feite in staat zijn om die te lezen. Denk ik dat is vrij evident, denk ik, hoe dat zou werken. Maar nu dan de encryptie. Als je het idealiter zou doen en je zou een normale PKI smartcard hebben, hoe zou je dat dan doen?
Dan zou de dokter, die iets wil versleutelen voor de patiënt, die zou een random session key genereren, een session key K. Die zou die asymmetrisch versleutelen op een bepaalde manier. En dan zou hij die K, die session key, zou die gebruiken om dan de hele boodschap, de röntgenfoto of het recept of whatever, om die zeg maar te versleutelen met die K. Nou, dan stuur je die twee dingen op. Hè, zo werkt normaal versleuteling met een smartcard. De echte versleuteling vindt niet plaats in de smartcard, maar alleen maar een session key wordt ontsleuteld in de smartcard. Dus hoe werkt dat dan? Dan stuur je die twee dingen op. Hè. Je stuurt dus. Dicht op elkaar hier. Je stuurt dus eigenlijk de e-mail en de versleutelde. Je verstuurt de versleutelde K, die E, die stuur je op. En waar de sessiesleutel in zit. En de message en de versleutelde message met die K. Dat ontvang je dan als partij met de smartcard. Dan bied je die E aan aan de kaart. De kaart, de smartcard, paspoort, die levert dan als goed is die K op. En met die K ben je dan in staat om die decryptie uit te voeren van die boodschap. Zo werkt het als een paspoort zeg maar, bedoeld zou zijn om ontsleuteling te doen. Maar daar zijn ze natuurlijk niet voor bedoeld. En als je dat op een hele naïeve manier zou doen, dan zou je heel eind komen. Alleen waar je dan tegenaan gaat lopen is dat in de laatste stap hier gaat het fout. Je krijgt namelijk niet de K die je ooit zelf bedacht hebt, maar je krijgt een andere K, een K prime of een K accent. En die is anders. Er is een andere K-accent dan wat je eigenlijk zelf ooit gebruikt hebt. Maar de grap nou is dat je a priori hier al kunt voorspellen welke K-accent het gaat zijn. Dus je weet, ik ga zelf K hanteren, ik genereer zelf K. Maar je weet nu al dat als de patiënt zeg maar, zijn paspoort gaat gebruiken om te decrypten, dat hij niet die K krijgt, maar een K-accent. Die je kunt voorspellen. Dus wat doe je? Je gebruikt in plaats van K, gebruik je K-accent. En dan ben je weer helemaal waar je wilt weer zijn. Dus hoe werkt RDE nou eigenlijk als metafoor? Is van, je genereert een K. En je versleutelt die K ook asymmetrisch hè, op een bepaalde manier. En je weet dat die K niet terugkomt, maar K-accent. Dus je gebruikt die K-accent om de boodschap te versleutelen. Nou ja, dan is het proces eigenlijk weer een beetje hetzelfde als eerst. Je biedt die E aan. Je weet dat die K-accent terugkomt. En die kun je dan gewoon gebruiken om te ontsleutelen. Maar goed, dit is de metafoor. Het is iets anders in de praktijk. Maar een andere metafoor, en die sluit misschien hier beter aan, is eentje die gebaseerd is op TLS. Een enkelzijdige TLS, om precies te zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sleutel die ik gebruik in het paspoort, die CA-sleutel, kun je eigenlijk gewoon zien als een soort TLS server key. Een TLS server certificate. In plaats van dat er een URL in staat, staat er de naam en de foto en zo van de gebruiker in. Over die tunnel, je moet eerst die tunnel opzetten om überhaupt die paspoort, de fingerprints, te kunnen lezen. Er moet extra authenticatie plaatsvinden over die tunnel, maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is helemaal niet relevant voor deze discussie. En dat lijkt dus heel erg op wat TLS doet. Hè? Want bij TLS, als jij via TLS een webpagina, of HTTPS moet ik zeggen, als je een webpagina gaat lezen, Als je dan in het protocol ziet, dan krijg je eerst een getekend bericht of een getekende public key, een public key certificate. Dan genereer je hier als browser genereer je eigenlijk een soort master key. Die versleutel je met de public server key en die stuur je terug naar de server. En die pakt hem dan uit en dan heb je gedeelde sleutel tussen de browser en de server. Zo werkt TLS. Maar stel je nou nog eens voor dat je deze TLS-optie opzet zou hebben, waarbij je eigenlijk van tevoren al zou kunnen voorspellen, zonder dat de server er iets mee te maken heeft, wat de master key is die je uiteindelijk gaat gebruiken tussen de browser en de server. Dus je weet van tevoren al van, ik weet dat als ik dit ga doen, dat de gedeelde sleutel tussen de browser en de server, dat je die van tevoren kunt voorspellen. Of anders gezegd, Hoe zou het kunnen werken als je bij TLS dat de randomness die uiteindelijk gebruikt wordt om die masterkey te bepalen, dat die alleen maar afhankelijk is van de browser? En dat is niet zo bij TLS. Bij TLS, als je kijkt naar de masterkey die wordt ontwikkeld, dan is die gedeeltelijk gebaseerd op randomness van de browser en gedeeltelijk van de server. En in feite is een van de foutjes, zou je kunnen zeggen, in het CA-protocol, is dat, als je dat in termen van TLS bespreekt, is dat je van tevoren kunt voorspellen welke masterkey je uiteindelijk gaat krijgen, zonder dat die server nog helemaal iets heeft gedaan. Die heeft helemaal geen invloed op dat effect. Alleen de randomness van de browser bepaalt dat.
Als je dat weet, als je dat zou kunnen doen, dan kun je dus weten a priori hoe de encrypted webmessage, de webpage eruit zou zien of vertellen. Als je weet gewoon van, nou ja, als ik dit zou gebruiken als encrypted masterkey, dan weet ik al wat die server gaat zeggen als encrypted webpage, zonder dat ik die server ooit nog gezien heb. En als je dat dan zou gebruiken, dit als gemeenschappelijk, als sleutel, nou dan ben je eigenlijk waar je wilt zijn, want dan heb je RDA. Ik weet niet of deze mij ervoor echt werkte, maar ik dacht, ik probeer hem eens een keer uit. Misschien is die andere toch makkelijker. Oké. Dus dat is hoe RDE werkt in grote lijnen. Je hebt eigenlijk, als je het zo doet, zoals ik net zei, heb je alleen maar het document nodig. Dus heb je één factor, een possession factor. Je hebt geen kennisfactor. Maar je kunt er heel makkelijk een extra kennisfactor aan toe te voegen door de versleuteling eigenlijk van die versleutelde session key, hè, dus dit ding hier. Als je die ook nog eens een keer versleutelt met een pin, ja, dan heb je eigenlijk twee dingen nodig. Heb je de pin nodig en de encrypted, ja, en die leidt dan tot een encrypted message. En dan kun je pas eigenlijk dit encryptie doen. Dan laat je de gebruiker door twee hoepeltjes springen. Door een pin hoepeltje en door een possession hoepeltje. Die pin is niet zomaar een encryptie, want je kunt je voorstellen, als je het handig doet, je moet het wel handig doen natuurlijk, maar als je het handig doet, dan kun je ervoor zorgen dat je alleen maar kunt brute-forcen als je het document hebt. Dus zonder document ben je niet in staat om de pin te brute-forcen. En dat is ook precies wat je krijgt. En dat levert eigenlijk een heel aardige pin op. Kijk, normaal hebben we wachtwoorden die we online of offline kunnen brute-forcen en waarbij je dat kunt parallelliseren. Of we hebben pins in smartcards die je dan vier keer kunt proberen en dan zijn ze geblokkeerd. En dit is eigenlijk een soort tussenvariant. Waarbij je kunt zeggen, nou ja, die pin is dan weliswaar niet bekend in het document. Maar voor de brute force ben ik essentieel gebonden aan het paspoort zelf. Dus ik kan dat niet parallel gaan zitten doen. Ik kan alleen dit document gebruiken. En omdat zo'n ding niet heel snel is, het kost ongeveer 1 seconde om een decryptie te doen, kun je je voorstellen, als je het wachtwoord of de pin, als je die maar een beetje groot maakt, ja, dan weet je wel dat de tijd die het duurt om een pin te brute-force, ja, die kun je gewoon op 10 jaar zetten of in elk ander getal wat je maar wilt. En je kunt er ook voor zorgen dat de decryptie, door wat trucjes uit te voeren, dat die misschien niet 1 seconde duurt, maar misschien wel 5 seconden. En dan gaat het nog sneller, dan heb je nog minder lengte nodig in de pin. Dus je kunt de pin ook toepassen als extra factor. Hoeft niet, kan wel. En dat is ook precies wat je net in die app zat. Oké, ik heb dus nu uitgelegd hoe RDA werkt. En de pin heb ik uitgelegd, maar wat zou je daarmee kunnen doen? Nou, e-mail hadden we al gezien, had ik als eerste genoemd. Dus je zou op die manier zou je versleutelde e-mail kunnen faciliteren. Wat je ook zou kunnen doen, is een versleutelde versie van paswoordmanagers. Kijk, paswoordmanagers, als je die op je telefoon hebt zitten, zwak van zo'n paswoordmanager, is dat je altijd gebonden bent aan het wachtwoord waarmee je de file uiteindelijk hebt versleuteld. En dat is een wachtwoord. En wachtwoorden zijn natuurlijk notoor brute-forcible. Maar met RDA zou je ervoor kunnen zorgen dat voordat je pas de wachtwoorden in je keystore hebt zitten, dat je dan eerst RDA moet toepassen. Dus dan is de versleuteling van de paswoordfile is gebaseerd op 160-bit beveiliging op een paspoort. Dus dat zou je kunnen doen. Dus als je dan wil aanloggen bij een website, dan moet je voordat je dat doet, of bepaalde websites, moet je eerst je telefoon in contact brengen met NFC, via NFC met je paspoort, om überhaupt te kunnen aanloggen. Je zou ook andere data lokaal kunnen versleutelen in een telefoon, persoonsgegevens of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor hardware encryption. Maar sommige laptops zoals die van mij hebben een trusted TPM, een trusted platform module, zo'n smartcard. En ja, die zorgen ervoor dat je redelijk veilige hardware encryptie kunt regelen. Maar als je dat niet hebt, nou, dan kun je je voorstellen dat je wel RDA zou kunnen gebruiken om dan de paswoord of de disk encryption te regelen. Dus voordat je dan zeg maar überhaupt in staat bent om het filesysteem te benaderen, moet je eerst je paspoort laten uitlezen via een NFC-lezer, al dan niet ingebouwd, zoals die van mij ook heeft, voordat je dat kunt doen. Wat je ook kunt bedenken als toepassing is iets wat nu in de medische wereld op geld aan het doen is. Dat heet Met Mij. Weet iemand wat dat is, Met Mij? Met Mij. Ja, kijk, het idee achter Met Mij is dat je patiënten de mogelijkheid wil geven om controle te hebben over eigen medische data.
Dus ook de data, de AVG, de GDPR, heeft ook een portabiliteit. Die zegt eigenlijk van je moet in staat zijn om de gegevens die jij bij een partij hebt staan, om die in eigen controle, in een eigen omgeving te kunnen verwerken en te kunnen gebruiken. Het zou bijvoorbeeld concreet kunnen betekenen dat je als patiënt al je medische gegevens bij allerlei verschillende partijen onder één persoonlijke gezondheidsomgeving, zo heet dat dan, neerlegt om dan vervolgens een second opinion te vragen. Zo van, ja, dokter, een andere dokter, om kijk nou eens naar al deze gegevens, wat vind je daarvan? Dus je ziet dat er nu een ontwikkeling is dat je eigenlijk als patiënt in staat bent om je gegevens bij een ziekenhuis of bij ziekenhuizen eigenlijk onder te brengen bij een private partij. Het begint al tricky te worden natuurlijk. Bij een private partij, om dan vervolgens daar ook gewoon makkelijk mee te kunnen werken. Nou, de security van die opzet zou je kunnen laten versterken door middel van RDE. Wat je dan zou kunnen doen, is dat die data, dat die versleuteld wordt aangeleverd door het ziekenhuis, via RDE. En dat die ook RDE versleuteld bij de PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving, ligt. Dus ja, met mij zou daar een mooi voorbeeld, zou daar een mooie toepassing van RDE kunnen zijn. En de laatste toepassing die ik wil noemen, waar ik nog wat meer slides over heb, is FileSender. Dus ja, wie kent FileSender hier? Er was vorig jaar een plaatje over, zag ik. Dus ja, dat is eigenlijk een soort academische WeTransfer. Sorry. Het is open source project. Open source, ja. Ik moet op mijn woorden letten nou. En het is met name bedoeld voor hele grote bestanden. En je zou daar misschien wel, zeker als het hele grote wetenschappelijke bestanden zijn met persoonsgegevens, zou je misschien die bestanden goed willen beveiligen. En daar kun je RDA ook voor toepassen. Dat zal ik in wat slides toelichten. Nou, FileSender, Rogier zei het al, open source. Op dit moment ondersteunt het al versleuteling, anders dan WeTransfer. Daar kan ik ook nog anekdotes over vertellen over hoe WeTransfer dat doet. Maar misschien, dat is dan misschien voor direct. Maar ze hebben wel een wachtwoord die je kunt toevoegen. En dan heb je eigenlijk dat moet je zorgen dat dat wachtwoord weer bij de andere partij komt, bij de ontvanger. En dat is natuurlijk een notoor probleem in crypto. Key management. Hoe zorg je er nou voor dat dat mooie wachtwoord dat jij net bedacht hebt, of die sleutel moet ik zeggen, dat die nou bij die andere partij terecht komt. Dat zit in Surf nu, Surf File Sender. Maar dat is niet iets wat, daar zitten wel wat operationele issues aan. Nou, en daar zou je mooi RDA voor kunnen toepassen. En ik zou zo even laten zien hoe dat dan werkt. En ja, je zou dat kunnen gebruiken bijvoorbeeld ook om bijvoorbeeld mensen toegang te geven tot hun persoonsgegevens. Je hebt een recht op inzage vanuit de AVG. En dat zou je met RDA ook kunnen toepassen. Dus in plaats van dat je een kopietje van je WID-document moet opsturen, want ik begrijp dat wel eens het geval is als je inzage wilt hebben, ja, laat je eigenlijk gewoon die gegevens versleutelen met de public key op je WID-document. Oké, de huidige interface van Surf File Sender, die ziet er zo uit. Voor zover, ik weet niet of mensen dat ooit eens gebruikt hebben, maar zo ziet het eruit. Dus je moet een naam opgeven, nou in dit geval naar mezelf. Het is ook van wie het is, in dit geval Bob Jansen. En je kunt dan willekeurige bestanden toevoegen tot een paar gigabyte toe, om die te laten versleutelen. En je bent dus ook in staat om een wachtwoord, hier heb je een vinkje waarbij je een file encryptje kunt doen. En dan kun je een wachtwoord intikken wat je dan bij de andere kant moet krijgen. Nou, hoe zou dat er nou uitzien als je RDA gaat toepassen in deze opzet? Je tikt dan weer de naam in van de recipient, dus in ieder geval Erik Verheul. En wat hij dan doet, is hij legt die connectie met een eigenlijk wat de facto de directory service is, waar dan eigenlijk al die aangeleverde RDA public keys en de daaraan gecorrespondeerende datagroepen is verbonden. En je hoeft niet alles te doen, je kunt een gedeelte pakken en je kunt je allerlei varianten bedenken. Maar je bent dan bijvoorbeeld in staat om het digitaal getekende paspoort, het gelaatsfoto, om die te presenteren aan de gebruiker. Dus ja, dan weet je zeker dat voordat je dit verstuurt, voordat Bob Jansen dit naar mij gaat versturen, dan weet hij wel van, nou goed, dit is Erik en die ken ik wel, nou, zo ziet hij eruit. Dus dan heb je ook zekerheid dat je al die medische gegevens met al die tricky dingen erin, dat je die niet naar een andere Erik Verheul gaat zitten sturen. Nou, hier heb je dus een optie RDA encryption. Nou, wat er dan gebeurt, is dat er in de browser, in JavaScript, je hebt allemaal van die, nu hebben we allerlei cryptografische mogelijkheden om in de browser allerlei crypto te doen. Wat er dan gebeurt in de browser, wordt dan eigenlijk die bestanden die je hebt aangeleverd, worden dan versleuteld.
via de publieke sleutel die ook aangeleverd is aan de browser via de directory service. Nou, en dan is het spelletje eigenlijk weer zoals vanouds. Die bestanden worden gestuurd naar een server. En dan krijgt de ontvanger, ik dus in dit geval, krijgt een notificatie van er is een bestand voor jou. Nou, zo dus. Even kijken. Je krijgt een bestand in de e-mail. Daar klik ik op. En dan kom ik in deze, opent die weer een webbrowser. En dan kan ik, dan zie ik eigenlijk gewoon het versleutelde bestand staan in dit geval. Maar ja, nu moet ik nog de ontsleuteling doen. De versleuteling, ja. Ja. Als ik de Facebook browser zou downloaden van Jan van Chromium, ja, dan kan hij dus daar bestanden uploaden. Die gaat naar de data van Silo en vertrouwen. Je moet de browser die je gebruikt, moet je wel vertrouwen. Ja. Maar je moet ook de computer die je gebruikt, moet je vertrouwen. Ja. Dat is een soort algemeen principe, zeg maar. Mooi dat kan ik het niet maken. Hè? Ik kan er geen browser in vlotten, zeg maar. Ja. Ja. Is daar geen centrale repository van alle pappen? Ja, dat was wel gepland. Directory service heet dat. Ja. Okay, maar dat is er nog niet. Want de data daar wel, maar nog niet publiek beschikbaar. Er zijn nog dit aan het ontwikkelen, maar de gedachte is dat alleen de community van FileSender toegang gaat krijgen tot de public key certificaat. Dus het is niet echt publiek, maar ja, beperkt tot de. Ja, alle mensen die toegang hebben tot de mogelijkheid van SURF, die kunnen dan ook de directory service raadplegen. Want het is best wel tricky natuurlijk als je dat helemaal publiek gaat maken. In Finland hadden ze ooit een PKI-smartcard waarbij ze alle certificaten van heel Finland dan publiek maakten. Ja, is wel een beetje, dat kan in Scandinavië wel, want dan kennen ze geen privacy. Maar in Nederland zou dat denk ik niet zo'n heel goed idee zijn. Dus je krijgt dan eigenlijk de. Zelfs met de GDPR is natuurlijk sowieso. Is natuurlijk sowieso. Is alle persoonsinformatie opslaan is natuurlijk gevoeliger geworden. Ja. 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 Ja, maar ja, gekoppeld. Ja. 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 Ja, dat is waar. Ja, maar het is gekoppeld aan foto's. En kijk, de AVG heeft artikel 7 heeft die toestemming. Dus als jij toestemming geeft om je publieke sleutel te uploaden. In de. Nee, dat zou kunnen, maar dat is niet wat we hier, ambiëren. Hier zou je echt. Opt-in. Ja, dus op het moment dat jij de mogelijkheid wil hebben om goede beveiliging te krijgen van je filecenter documenten, dan zul je dus expliciet iets moeten aanbieden aan je paspoort. Laten uitlezen en dan ook zeggen van ik vind het goed dat die in de directory service wordt gezet. En wat we ook voorzien is dat je dan misschien zegt van ik wil mijn foto er niet in hebben zitten. Want dat is een bijzonder persoonsgegeven. Ik wil alleen maar mijn achternaam hebben. Mijn voornaam wil ik ook niet. En er zijn heel veel mensen die andere voornamen gebruiken dan wat feitelijk in een paspoort staat. En soms zijn mensen een beetje, willen ze echt die officiële voornaam ook niet meer gebruiken. Dus je moet dan mensen wel de optie geven om beperkte delen van wat er in het paspoort staat. Om die onderdeel te laten zijn van het veilige certificaat dat je gaat gebruiken. Oké, nu ontvang ik die e-mail van Bob, hè, die mij dat bestandje heeft gestuurd, wat RDA versleuteld is. Dit is maar een muck-up natuurlijk. Dan gaat hij dat downloaden, dat versleutelde bestand, maar ik kan er nog niks mee. Of niemand kan er nog wat mee, want het is RDA versleuteld, 160 bit. En dat is dan hier echt de crux van hoe ga je nou die interactie doen tussen die browser, die misschien helemaal geen connectie heeft met dat. Met dat paspoort, hoe ga je die connectie leggen met het paspoort? Hier is de gedachte heel simpel, je pakt een QR-code. En die QR-code die scan je in. En daar vindt eigenlijk de echte RDA-ontsluiting plaats. Dus wat er eigenlijk zou gebeuren in deze QR-code, zit een nieuwe publieke sleutel, die zeg maar van de private key in de browser zit. En dat kan gewoon met de bestaande webcrypto toepassingen. En de RDA-versleutelde session key. En wat er dan eigenlijk gebeurt als je dit inscant, is dat in de app, in interactie met het document, wordt dan eigenlijk de session key uitgepakt en opnieuw ingepakt in de publieke sleutel, waarvan het private key gedeelte in de browser zich bevindt. Nou, en dan heeft de browser heeft dan beschikking over die session key, over die K-accent, zeg maar. En je kunt eigenlijk gewoon zoals vanouds, kun je gewoon in de browser de decryptie plaats laten vinden. En je hebt het document heb je te pakken. Ja? Ja.
Nou, je hebt een in de QR-code zit ook een link waar je weer de gegevens moet achterlaten. Een session ID. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, maar ja. Via REST API of iets dergelijks. Ja, en die hij gaat naar de browser of naar de app, gaat hij dan de gewone echte RDA-versleuteling. Dan vindt door middel van deze handeling vindt de decryptie plaats in de app. Dan heeft die andere public key, waarvan de private is een tijdelijke, die zit dan in de browser. Maar de app die versleutelt dat op dat moment met die nieuwe public key. En met de backchannel stuurt hij terug naar de browser, die pakt het uit en nou, dan ben je waar je zijn wilt, zeg maar. En zo voorkom je eigenlijk dat je die browser, dat die iets met paspoort hoeft te doen. En eigenlijk hoef je, ja, dit is eigenlijk de enige interactie die je hebt en die vindt dan plaats in een mobiele app. En dat is iets wat, ja, wat ik liet zien, ja, dat is iets wat relatief makkelijk te bouwen is. Oké. Okay. Nou, wat betreft de implementatie hiervan, er is één paper wat over RDA gaat. Wat volgens mij op een van die slides staat, wat een generieke opzet beschrijft. En ik heb nu ook een soort whitepaper geschreven van hoe dat er dan uit zou kunnen zien als je het heel specifiek toepast op deze situatie. Nou, de feitelijke versleuteling van de bestanden die zal gebaseerd zijn op AES in een bepaalde mode, GCM-mode, voor de kenners. En het aardige is dat soort crypto gewoon standaard in de browser zit. Je hoeft geen JavaScript libraries te downloaden of te installeren of te gebruiken. Maar dat zit allemaal native in de browser. En dat is niet alleen denk ik veiliger, maar ook geeft heel veel performance. Hè? Want dan performance winst, want dan is eigenlijk de encryptie, of eigenlijk de decryptie, die vindt gewoon plaats in het, ja, in het platform. Eigenlijk in plaats van dat het in een geïnterpreteerde omgeving gebeurt. Nou, als je een beetje handig met die GCM-methode omgaat, dan kun je er ook voor zorgen dat je hele grote bestanden kunt gebruiken. Wat je vaak ziet is dat, of eigenlijk die webcrypto API hebben een beetje de onhebbelijkheid, vind ik, dat je niet kunt updaten. Je moet eigenlijk alles in één keer doen. Waar je in sommige gevallen gewoon steeds updates, nieuwe chunk lezen, verder en nieuw, doorzetten. Dat werkt heel slecht in de webcrypto API. Maar als je dat met ACM, met GCM doet op een bepaalde handige manier, dan krijg je dat wel voor elkaar. Dus dan kun je ook hele grote bestanden van etelijke gigabytes kun je op die manier versturen. Het enige punt, het enige lastige in de implementatie zal zijn dat we brainpool curves moeten gebruiken. We moeten die RDA-versleuteling doen. En dat is per definitie iets wat afhankelijk is van het public key die in het paspoort zit. En waar de gewone ECC public key is allemaal gebaseerd zijn op de NIST curves. De NIST P256 is een hele bekende. Die gebruikt iedereen en die wordt ook ondersteund door de WebCrypto API. Maar dat soort curves, de Europese curves, die worden gek genoeg niet ondersteund door heel veel van de implementaties, waaronder dus bij WebCrypto API. Dus wat je wel zou moeten doen in deze server file sender implementatie, is dat je een aparte JavaScript library gebruikt, bijvoorbeeld die van de Stanford University, om dan die brainpool encryptie te kunnen toepassen. Maar dat is alleen maar bij de versleuteling, want bij de ontsleuteling vindt dat allemaal plaats in de telefoon. En daar heb je natuurlijk gewoon Bouncy Castle en al dat soort varianten waarbij dit allemaal geen probleem is. Oké. Okay. Nou, dat ben ik bij mijn conclusie. Het is nu 49 minuten, dus ik ben mooi op schema volgens mij. Ik heb jullie verteld wat voor schijnbaar onmogelijke dingen je kunt doen met een paspoort. Dus namelijk een paspoort gebruiken als een PKI-marker voor ontsleuteling. Ik heb een aantal voorbeelden laten zien van wat je daarmee zou kunnen doen. En ik heb laten zien hoe je dat heel concreet kunt toepassen in een surf file sender. Ja, waar we nu ook mee bezig zijn om dat te implementeren. Kan je er nog vragen zijn? Ja? Rijbewijs zit ook. Ja. Ja, het grappige is dat rijbewijzen hebben geen fingerprints. Maar de RDW heeft, ik heb dit ontwikkeld voor de RDW, en de RDW zag zoveel voordelen van mogelijke voorbeelden van toepassingen dat zij toch het CA-protocol op het rijbewijs hebben geïmplementeerd. Terwijl ze er eigenlijk niks anders mee kunnen dan dit. Ja. En dat kan dus met rijbewijzen vanaf vorig jaar mei of iets dergelijks. Want daarvoor zat er geen CA op. Ik heb nog één vraag. Als je de paspoort
Ja, die vraag die komt vaak. Maar goed, van filecenter zou je kunnen zeggen dat dat geen probleem is. Want ja, filecenter is meestal na 2 weken is er eigenlijk al is je bestand al weg. Maar in algemene zin, ja, je zult dan toch iets van een backup key moeten doen. Dus bijvoorbeeld, ja, bij alle use cases zul je dan misschien een printout moeten hebben van een soort backup key. En die backup key, ja, die moet je dan veilig in een la of iets ergens leggen. Dus dat is wel een aandachtspuntje. Maar ook gewoon een smartcard, die werken op een gegeven moment ook niet meer. Dus dat is een beetje een generiek probleem. Oké, dank jullie wel. Nog andere vragen toevallig? Nou, niemand heeft volgens mij, jij ook niet laten zien welke landen de paspoorten worden ondersteund. Tenminste, is dat niet in jouw presentatie toch? Of heb ik niet goed opgelet? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Misschien kun je dat even vertellen. Ja. Ja. In principe alle Europese landen, behalve Engeland en Ierland. Want Ierland en Engeland zijn eilanden. Ja, die vallen ook buiten het Schengengebied. Je hebt een richtlijn die zegt eigenlijk dat er vingerafdrukken op paspoorten moeten zitten. En dat geldt voor alle Europese landen, behalve de eilanden. Dus ja, eigenlijk maar alle Europese landen kunnen dit ondersteunen. En niet alleen de paspoorten, maar ook in veel gevallen de identiteitskaarten. En ja, in Nederland ook het rijbewijs. Zeker, maar ICAO zijn alleen maar net zoals EMV een toolbox van protocollen. En ze zeggen niet dat je alles moet implementeren. En in Europa hebben ze wel het CA-protocol geïmplementeerd en voor de fingerprints. Maar dat hebben niet, bijvoorbeeld Australië heeft geen fingerprints op de paspoorten staan. En voor zover ik weet Amerika ook niet. Ja. Europa of Europese lidstaten? Europese lidstaten. Ja, maar misschien ook wel meer, maar daar is die richtlijn voor een toepassing. Kijk, en wat je ziet van partijen als Gemalto, die pushen natuurlijk die paspoorttechnologie. En die zorgen er ook voor dat in andere landen die niet gebonden zijn aan die richtlijnen ook gewoon dezelfde technologie wordt gepast. Maar dit zijn in ieder geval wettelijk verplicht. Nog een laatste vraag. Zijn die fingerprints die op paspoort staan, nee, want je krijgt geen toegang tot die fingerprintdata. Want over die CA-tunnel, zeg maar, moet je een handtekening zetten over een. Dan krijg je weer een challenge protocol. Waarbij je als KMAR moet bewijzen dat jij een private key hebt die uitgegeven is, ja, een TA-certificaat, omdat het überhaupt mag. En die heeft niemand. En het grappige is ook dat. De grap is dat die fingerprints eigenlijk nooit ergens worden gebruikt. Omdat al die landen eigenlijk gewoon een beetje huiverig zijn om die paspoorts, die certificaten af te geven. Dus eigenlijk is dit de eerste toepassing van de vingerafdrukken, zou je kunnen zeggen. Dus dat is op zich wel grappig. Ja. Dat is ook nog een soort van hack, toch? Wat zeg je? En ook nog een soort van hack. Want het, ja, net precies. Intended, ja. Ja. Dus is het nu illegaal om je paspoort de grens over te nemen? Nou, kijk. Nou ja. Kijk, de grap is dat RW en RVG die paspoorten of rijbewijzen maken, die steunen dit. Maar ja, in Duitsland, volgens mij, toen ik dat tegen de Duitse overheid zei, toen zeiden ze dat verboden was. Maar volgens mij is het heel moeilijk om daar iets tegen te doen, natuurlijk. Ja. Want was het niet die Wassenaars Agreement of zo? Wassenaars Agreement, ITAR. Ja, dus eigenlijk mag je niet, als je het letterlijk bekijkt, mag je, en vooral crypto, als je een HSM koopt bij Utamaco, dan moet je allerlei dingen ondertekenen dat je belooft dat je dat ding niet naar Iran gaat sturen. Echt exportregels. Maar ja, eigenlijk mag je ook met je paspoort niet meer naar Iran, als je heel eerlijk bent. Ja. Nou, als het goed is, komt het allemaal in het open source project van FileCenter terecht. Dus dan kan ieder er wel mee aan de slag. Ja. Dankjewel voor je presentatie, Erik. En een kleinigheidje namens de organisatie. Zo, Wafels. Ja. Ja. Ja, dankjewel.